Gadokari? my best is yet to come Babel zegt het zo mooi het zijn de gunsbewezen des heeren dat we niet zijn omgekomen. Het is niet wat je denkt het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. Ten slotte te alle de problemen boem om met Ik groet alle kijkers en luisteraars vandaag en ik bid direct hierbij dat God u mag zegenen, u gezegend mag worden met het woord dat u vandaag zal horen en het mag bijdragen tot uw geestelijke, maatschappelijke carrière of leven. Dat opbouw, dat opbouw mag zijn daarvan. Laat me bidden voor het woord. Vader, ik dank u Heer, mijn God, voor dit moment, Heer, dat U mij weer de genade hebt gegeven, Heer, om als postbode te dienen, Heer, om Uw woord te brengen naar Uw volk en zij, Heer, die nog een besluit moeten nemen om U te accepteren als hun Heer en Heiland. Heer, ik dank U, mijn God, uw Vader, voor Uw genade en voor Uw liefde daarvoor, Heer. En Heer, mijn God, uw Vader, Heer, laat u zegen zijn over dit woord. In Jezus' naam. Amen. Er is een lied namelijk die gaat. En vandaag wil ik praten over dit lied. en feite over de inhoud van dit lied. Het, het woord gaat vandaag leven met God. Het besluit nemen om met God te leven. Het begint met mi Dus mi staat op ik wil. Mi ik wil het besluit nemen. Ik heb de overtuiging om achter God aan te gaan. Om te willen leven voor God. Als we kijken namelijk wat mij inhoudt. Dan ga je zien namelijk, het is een totaliteit van jezelf. Je heel denken, je heel wezen, je bewustzijn, wie je bent. Want als je geheugen verliefd zou lijden, weet je niet eens meer wie je bent. Dus je bent bewust dat je een man bent, je bent bewust dat je een vrouw bent, je bent bewust dat je een dikke buik hebt, je bent bewust dat je witte haren hebt, je bent bewust dat je kaal bent, je bent bewust wie je bent. En uit zo'n bewustzijn namelijk neem je het besluit of neem je de overweging. Want wanneer? is is een overtuiging is een wil. Je wil graag leven voor God. En vandaag gaan we erover praten. Er is geen andere beste relatie die je aan kan gaan dan de relatie met God. Alle andere relaties namelijk kunnen jou teleurstellen. Een huwelijk, een beste vriend, je werk. Noem maar op. Je kan teleurgesteld raken daarin. Maar een relatie met God, daar is zekerheid. Zekerheid dat het je goed zal gaan. Zekerheid dat Hij je gaat beschermen. Dat Hij in staat is namelijk wegen te banen voor jou waar er geen wegen zijn. Dus het is geen slecht besluit of slechte overtuiging, overweging. Om een relatie te willen aangaan met God en te willen leven voor God. We zingen vaak genoeg een lied. Ik wil Jezus volgen. Ik heb besloten Jezus te volgen. Ik keer niet terug, keer niet terug. Waarom niet? Omdat je hebt begrepen wie Jezus is en wat Hij voor jou kan betekenen. Je hebt het misschien nog niet persoonlijk meegemaakt. Maar je hebt het gezien in het leven van anderen. Leven van je buren. Leven van je familie. Leven van je zus. Leven van je broer. Of leven van je baas, je chef. Je hebt het gezien. Dus het heeft een honger gecreëerd in jou. Om ook zo'n leven te willen hebben. Om ook met zo'n persoon in relatie te gaan. Dus je wil niet terugkeren nadat je hebt geproefd. Hoe goed. ...het is en hoe heerlijk het is... ...om een relatie met God te hebben. Dus het besluit om Jezus te volgen... ...heeft een gevolg voor jou. Je ik, je ego, je persoonlijkheid. Je gaat het moeten inleveren. In het evangeliseren namelijk... ...is er een methodiek die we gebruiken... ...waarbij we tekenen je hart... En een stoel in je hart. En wie zit daarop? Op die troon? Jij, je ik. Je ik die in principe zich niet wil buigen, laten buigen. Soms als ik kijk naar kinderen tegenwoordig, vooral die jeugdige, baby speuters. Wanneer ze zeggen, ik wil niet. Een bulldozer van je me mensen, je maar gebruiken voor move ding. Wie zit ik gewoon? Toch zeggen ze: ik wil niet. Hun wil, als zo klein als ze zijn, is al ontwikkeld. Ze hebben nog geen levensechte ervaring. Laat staan wij, die als we door zoveel processen zijn gegaan. Zoveel zaken hebben meegemaakt. Misschien teleurstellingen. Waarbij wij zijn gaan twijfelen aan mensen. Maar ik zeg u één ding. Jezus hoeft u niet aan te twijfelen. Zijn woord is Ja en Amen. Dus als jij je wil je plaats wil opgeven, jij wil opstaan van die troon, jouw ik. En Jezus de ruimte wil geven om daar te gaan zitten. Dan weet je, je did something good. Je hebt wat goed gedaan. Ik doe wat aan boem. Wat een voor konu, een maser voor masra. En, doen, en dan heb ik hemel aan grond. ik prezi in je ati. En dat ik een over in je zand in je libi. Hij gaat zaken goed zetten voor jou. Hij gaat zaken recht zetten. Zaken die verkeerd gingen. Gaat hij je helpen? Gaat hij je richting geven? Maar in ati Want ik weet dat ik. Ik, 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 ik. Ik bepaal. Zo moet je Dat is een probleem. Dat is een probleem. Want dan gaat het proces van verandering die Jezus graag zou willen hebben in jouw leven, om te proeven hoe goed Hij is, gestadeerd worden oh hinder. Je een hinder die Paulus namelijk dat je in Romeinen. En ik ga lezen vanaf Romeinen 7 vers 13 kom je 25. Va namelijk aan die ik. en vet En in Romeinen 7 vers 18. b, het, het tweede deel. Dat bij wel je Dat hij als want ik weet. Dat ik in mij, dat we zeggen in mijn vlees, mij ik, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, uitwerken kan ik niet. Naar het trouwwoord toe, misabi, Sami moest doen. Ik weet het. Ik heb het gelezen in de Bijbel. Ik heb het gelezen in de Bijbel. Maar Wah sana hinder me, fooding. Amin kata i nama lagi, bi egi erfaring, bi sab sana sana ti. Soalnya istana Freddie dat ef me fooding soab sang ame. Dat wi de akan deh, sasmo otaki, ten derde ot deh. Mino wani asan suitu msi milibing, migueli ba ou afraw. zaan of me, of a man, ngasamay uru. What am I doing? What money am I said mi kong? Am I said mi also Am I said alasanto? Does asani muleg? Mar wa antwoord de. Vertrouw gado, vertrouw Jesus nangatori You oru fasi. Je hebt geen keng. Look hoe in wat trouw ze moeilijk zo so lazi. Het is een man en een vrouw. Het is een man en een vrouw. Hoe moeilijk het is. Om die ego in te leveren. Om toe te geven dat ik, hey, sorry, sorry mevrouw, we gaan het anders doen. Alleen maar. Ik wil niet. Hij, jij moet vergeving vragen. Ik wil dat niet. Ik wil zo niet. Ik ga dat niet doen. Ik, 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 ik. Dan huwelijk in Panya. Dus mensen gaan uit elkaar. Bij Bijbelboek... namelijk ik namelijk... ...Jeremia... ...er is gelustig... idee. Dat wat ik namelijk... ...hij bedriegt. je. Hij doet alsof... Jezus staat hier namelijk in een voor Zo Zoals een hogriede. Boze overleggingen. moord, echtbreuk, Hoererij. diefstal, leuk Alle achter. Alles gaat namelijk de unu ati. Dat is even voor een op een troon. Dat God Jezus kan komen en doen wan roko oh in een. Cha changi komt. Als zo wide, als zo hotang. En dan kan je, ook Ina geri hallelujah praise the heir Maudebe rust Nana wish don't batronete Uno lus a tronete Ya zo lezi moment die ik kong petak igado era Jesus ik ga op even one more sakas call Jesus of Jesus forgive me Dat me lay wan leete Ma he Is bezig met de constructie in ons leven. We are under construction. Mijn ook toe. Mijn ik toe. Mijn ook toe op mijn fout toe. Mijn ook toe op mijn krankheden. ete. wil dat ik ook kan Maar mijn vertrouwen Jezus. Dat de einde van Europa rukken. Dat begin. Dat ik begin in mij. Oude perfect. Oude Oude mooi. Ik stel me open voor hem. Ik stel me open voor mijn medebroeders en mijn medezusters. Gelovigen. Die hij gebruikt om me aan te spreken. Om me te corrigeren. En zo moet het zijn. Hij zegt we moeten zijn elkaars hoeders en broeders. Dus we moeten open zijn voor elkaars correctie. Esturing. No chawa fasi evwa se sotorwa broder wakakomitan eh, uh, ay tak e boy mi chwansani euh mi watakan akang. Stali open. Want a Bible book not do not di saka wa trawa kan sondou. Aw chare un problem me ka chakrou tou nayou. Ke angel handling plege. Dus als op een artiest kan, kan je een broeder of zuster uit een nood, uit een probleem en je je En zo, so, de je volgt Masra. Wat dat gaat doen? Om het te maken, om het te maken, om het te maken, om het te maken. moet het niet. Paulus, dat hier namelijk in die Romeinen, als aan van Ati, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Gode zij dank, door Jezus Christus onze Heer. Dus uw antwoord deed in afstand in een battle, in een oorlog. Maar Jezus die Jezus ruimte in je atti. Op een vast toer, voor je attie. Op een jeng, dat oorokken u, dat o hebt Wees niet wees, ik oog aan een Bijbelboek Nou praat dat een jongen samen kan doen. En mijzelf ik bijvoorbeeld los probleem op. Mijzelf ik bijvoorbeeld recht me liep ik op. En om om veranderen te brengen. Wees niet wees. Zeg gado God al de passie heeft voor jou. Er is ruimte in jouw liefde. Jezus wanneer ab welbe in Olibi. Om ik welbehagen is als je helemaal komt. Speciaal in so twee, 13, ole, so In Filipens 2, vers 13, je lees dat hij. Dus in het begint ook toe in Johannes. Hoofdstuk 17. We lezen vers 13. Maar nu kom ik tot u. Ik spreek dit in de wereld. Omdat zij ten volle mijn blijdschap in zich mogen hebben. Mijn blijdschap. Een blijdschap voor Jezus. Nu je blijdschap. Maar je, een blijdschap voor Jezus. Wil hij dat je hebt in jou. En hij komt in jouw hart. Daar gaat hij het neerplanten. Hij bidt tot papa God, God van Abraham, Isaac en Jacob op dat moment. Want hij is mens op aarde. Dus hij moet bidden. En hij bidt tot de God. En vraagt dat die blijdschap die hij heeft in ons komt. Niet onze blijdschap groter wordt, maar zijn blijdschap in ons. En geloof mij, zijn blijdschap is wonderbaarlijk. Hij is bereid ons te geven wanneer het besluit nemen, alles. Lees het in Petrus 2, Petrus 3 en 4. Daar ga je zien dat namelijk dat hij zijn goddelijke kracht gegeven aan ons. Hij heeft ons begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Dus... Wanneer je het besluit neemt, gaat Hij jou begiftigen. Dat dat je namelijk in je Heer wezen. In je Heer, je Heer, je wil Hij zijn. Gift doorstroomt je bloed en gaat naar alle organen, alle cellen. Zo so wil Jezus geven aan ons. Dus we mogen vertrouwen. En als je kijkt naar morgen, wang. dat we zeggen namelijk, alles wat we gaan doen nu, gaan we doen in overeenstemming met zijn wil. We gaan niet meer mensen behagen boven Jezus. We gaan niet meer ons eigen ding doen, maar we gaan kijken, wat kan ik voor u betekenen op deze aarde? Wat moet ik betekenen voor deze aarde? Want hij heeft werken voor ons klaargelegd. Dus we moeten die werken gaan zoeken. Hij verwacht dat we een hele andere levensstijl op na gaan houden. Er is een bijbelstuk die noemt. Een nieuwe levenswandel in Efeze. Je kunt het daar gaan lezen. Een nieuwe levenswandel, dat we zeggen namelijk, want de Bijbel zegt namelijk, we zijn nieuwe mensen geworden wanneer wij het besluit nemen. En jij die het besluit al hebt genomen, je bent nieuw, je bent geheel anders. Jij geheel anders. Dus we, onze hele wezen, ons heel optreden. Moet zichtbaar worden voor deze wereld. Voor onze medebroeders en zusters. Moeten we daar zijn liefde geven. Maar ook voor zij die hem nog niet kennen. Want zo zullen ze dan ook het verlangen hebben om hem te leren kennen. Maar al die strubbelingen die zijn onder het geestelijke leiderschap en dergelijke. Die moeten in feite weggewerkt worden, zo snel als mogelijk. Want hij verwacht dat wij vrede zullen houden met elkaar. Jaag de vrede na. Dus waarom moeten wij als gescheiden mensen leven? Terwijl we van één vader zijn. Gekocht, betaald, met één bloed. Laten wij moeite doen. Maken. Om Jezus uit te dragen. Want dat zeg je, je wan libi en ik wan de party fasie Dus ik wil helemaal apart zijn. Ik wil heilig voor uw leven. Apartheid, heilig. Santa. Als Santa fasie noat. tak denk dat mijn Tibri Bisref in Maar Jezus pot me in de grond appel, afia, licht. Lekker zo toe, zout. Dus ik moet te midden zijn van een wolven, zegt Jezus. En je praat aan Maar als je onderling weer vet, dan is het zo te laten krachten. je het dof Ja, dan als je het dof Maar. Om de Heer te behagen. Met al hetgeen wij doen, zeggen. Want dan alibi die je wang. De Bijbel zegt, Jezus zegt namelijk, als je me wil volgen moet je jezelf verloochenen. Dus ik zeg, op mijn boord zoek. En wat ik allo

Je waart die in Jezus. En als je maar begrijpt dat hij. Je had in elkaar problemen met Dan wist je, was maar namelijk. Behandel je. Onheus. Of verterst aan. Leid je. Je maakt je niet druk. Want in principe ze praten niet over jou. Galaten 2, vers 20. Paulus zegt: Namelijk. Met Christus ben ik gekruisigd. ...en toch leef ik. Dat is... ...niet meer mijn ik... ...ja, ik baka... ...maar Christus leeft in mij. En voor zover ik... ...ik baka... ...nog in het vlees leef... ...leef ik, ik baka... ...door het geloof in de Zoon van God... ...die mij heeft lief gehad... ...en zich voor mij heeft overgegeven... Jeetje, ja, je me lees, ik heb het niet. Maar je hebt namelijk niet dit. Ik ben dood, ik ben gestorven door Christus. En als je het leven van Paulus gaat bestuderen, dan hij ziet zien hoe vaak hij door problemen is gegaan in zijn vleeselijke leven. En daarom zegt hij in Romeinen: wat kan mij scheiden van de liefde van God? Zang. Maar. Weet één ding. Jezus houdt van u. En hij wil het beste. En dat is in feite het bemoedigend woord dat ik voor u heb. Waar de Bijbel zegt, in Psalm 91 namelijk gebruiken we vaak. Wie in de schuilplaats der alles is gezeten. Voor een nacht in de schaduw des Almachtigen. God is geest. Dus. Hij heeft geen woonplaats, maar wat hij heeft, hij heeft het woord gegeven aan ons. En dit is onze schuilplaats. Dit is onze burg, die hij gebruikt om ons te beschermen. Dus als we ons houden hier aan, dan zijn we beschermd tegen alle kwaad. Maar zijn we ook voorzien in al onze behoeften. Dus daarmee wil ik u bemoedigen. Ik wil met u bidden voordat ik eruit ga. En ik wil twee gebeden doen. Eén voor zij die hebben geluisterd en ze hebben nog nooit een besluit genomen om Jezus te accepteren als hun Heer en Heiland. Met andere woorden, zij zitten nog op de troon, die ik van hun zit nog op de troon. Ik wil met u bidden. Want de Bijbel zegt in Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat er ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus ik wil met u bidden op basis hiervan. Een andere tekst zegt namelijk, nog allen die Hem hebben aangenomen, hun heeft hij kinderen Gods. Mag gegeven om kinderen God te worden. Dus als je een kind van God wil worden vandaag, dan is vandaag in dit moment uw gelegenheid om met mij mee te bidden. Ik zal een gebed opzeggen en wat u moet doen, is me gewoon herhalen. In uw hart met het besluit, God Jezus, dit zijn mijn woorden die ik nu opstuur. Niet die woorden van die meneer die, waarnaar ik kijk, maar het worden mijn woorden nu. Bid u mee. Vader God. Ik dank u voor uw liefde. Ik dank u voor uw genade, Heer, Dat u ook voor mij, Jezus, hebt gestuurd naar deze aarde. Vader, ik vraag u in de naam van Jezus mij te vergeven voor al mijn zonden. Voor al hetgeen ik heb gedaan tegen uw woord. Vergeef mij daarvoor. En ik vraag u, Heer, dat u mijn hart schoon wast. En ik nodig u uit. Om in mijn hart woning te maken. Kom zitten op mijn troon. Ik geef het aan u, heren. En ik dank u voor een nieuw leven. In Jezus' naam. Amen. Oké. Okay. En dan gaan we eindigen. Voor totaal eindigen. Met gebed. Vader, ik dank u voor dit moment, heren. Heren, ik dank u voor uw woord. Ik dank u, heren, dat het hart hebben bereikt, heren. Heren, dat u zal doen wat u alleen kan doen. Want het is uw woord, heren. Niet mijn woord. Ik ben alleen maar de boodschapper geweest in deze. Heer, zo ik zegen uw volk. En Heer, waar zieken zijn, spreek ik genezing uit op dit moment, Heer. Wat voor ziekte dat ook mag zijn, wat u zegt in ons, in de streamen, hebben wij genezing ontvangen. Zo in Jezus' naam, genees voor alle ziekte, alle kwalen, wat er ook mogen zijn, in uw lichaam. Genees op dit moment, in Jezus' naam. En ik dank u, vare Heer, dat u uw volk mag beschermen. En zij, die Heer, die het besluit nemen. Leid ze veilig, heren. Verder, heren, met u. In Jezus' naam. Amen.